Verrij beweegt, verrij danst. In deze tijd is het natuurlijk extra belangrijk dat we blijven sporten. Daarom gaan we iedere dag samen bewegen. Wij gaan dit doen in samenwerking met het Danshuis. Wij zelf, Jansen, Dansen en Sporten. Gemeente Verrij natuurlijk, Verrij beweegt. En degene die voor onze filmpjes gaan opnemen, Pelemaas TV. Natuurlijk willen we voor iedere leeftijd wat aanbieden. Daarom gaan we filmpjes posten voor kinderen, voor volwassenen, maar ook voor ouderen. We wensen jullie allemaal veel succes en doe je best! Oké, we zitten natuurlijk nu allemaal thuis, dus het is wel extra leuk om een workout te gaan doen samen met je kind. Ik heb Ties meegenomen en samen gaan we even lekker sporten, hè? Maar we moeten eerst een beetje warm worden. Dus dat gaan we als eerste doen. Kom je langs me staan? We gaan even stappen op de plaats. Stap maar eens even mee. Heel goed. En je knieën zo hoog mogelijk optillen. Heel goed. En even springen op de plaats. Laat eens even zien wie het hoogste kan. Kan jij hoger als mama? Heel goed. En je knieën naar je neus tillen. Til je knieën naar je neus. Wow, wat doe je dat goed, hé. En kunnen we ook even hinkelen op één been. Zo, hinkelen op één been. Oeh, die is wel een beetje lastig, het is. En met je andere voet even hinkelen. Super. Hey, en zet je voeten maar eens even uit elkaar. Want dan gaan we de handen omhoog doen. En tik de grond maar aan. En je handen in de lucht. En tik de grond aan. En kun je dat ook snel? Omhoog en omlaag. Omhoog en omlaag. En nog sneller. Hoog, laag, hoog, laag, hoog, laag. Wow, zo. We zijn wel een beetje warm, hè? Oké, nou gaan wij op het matje staan. Als je geen matje hebt, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar ik ga Ties vastpakken. Dus het ligt eraan of dat je een kindje hebt van 5, 6 jaar. Maar ja, misschien kan dat ook wel met iemand van 10. Je pakt die onder de oksels vast. En nou gaan we optillen. Komt ie aan. 1, 2, 3. En omhoog. Helemaal boven je hoofd. En nog een keer. 1, 2, 3. En omhoog. En nog een keer springen. Ja, dat is leuk, hè? En omhoog. En doen we nog één keertje. Springen. 1, 2, 3. En omhoog. Super. Nou, ik pak Ties nu op mijn rug. Achterom. En nou gaan we door de knieën zakken. Hè. Gaan we even squatten. Laag. En omhoog. Laag. En omhoog. Wow. Dat is goed, hè. Super. Laag en omhoog. Helemaal omlaag. Ja, en hier ligt het dus ook weer aan. En net wat voor gewicht ze hebben. En omlaag. Laag. En omhoog. En de laatste. Helemaal goed. Nou, ga ik in een plank staan, Ties. En dan mag jij bij mij achter op de rug komen zitten. Kom maar eens bij mij achter op de rug zitten. Ga zitten. Je zet je handen voor je neer. Hou goed vast, hè. En dan zet je je voeten achter neer. Oh, gezondheid. Ja, dat komt er tussendoor. Blijf zitten. Nou, ja, nou is het net of dat we paardje gaan rijden, het is. Of niet? Zit je lekker? Ja? Niet tegen de billen aanslaan, hè? Oké, nou, dit kunnen we ook nog op een andere manier doen. Hou vast. Klim je er even af. Klim je er even af. Zo. Nou ga ik in de plank staan, dan mag jij er onderdoor gaan kruipen. Komt ie aan. Kruip er maar onderdoor. Kruip hem onderdoor en weer terug. Gaan we tot 10 tellen. 2, 3. En dat is... Oh, dan maken we het rondje groter. Oh, kom je... Nou, dat kan ook nog tussen de benen door. 4. En nou nog een keer ergens anders tussendoor. Oh, kom je nog een keer tussen de benen door. 5. En kun je ook tussen de armen door? Helemaal, van achter naar voor. Nee, tussen de armen door. Nou, je kunt dus op allerlei verschillende manieren dit doen. Oké, nou gaan we het leukste doen wat jij wil doen, hè. We gaan even vliegen. Gaan staan, gaan staan, gaan staan. Dan mag je als ouder zijn en lekker gaan liggen. Zet de voeten tegen de buikkant van het kind. En je duwt helemaal omhoog. En dan gaan we even de knieën buigen. Buig je knieën. En duwt naar boven. Buig je knieën. En duwt. Laag.
En hoog. Laag. En zullen we eens even testen, Ties, of we dit nog kunnen? Even met de handen los. Wow. We kunnen zo het circus in, hè? Pakken we de handen vast. En dan gaan we weer terug naar beneden. En het vliegtuig is weer geland. Super. Nou, jij mag gaan staan. En dan gaan we even handjeklap doen, hè? Gaan we even klappen in de handen. Dus we gaan liggen. Komt, ja? Handjeklap. Blijf staan. Jij moet gaan staan. Jawel. Jij moet gaan staan en dan ga ik klappen. Komt, ja? En... klap, klap. Dan tik ik je gewoon op je schouders. Klap, klap. Op, op. Normaal gesproken zou je dus nu handjeklap moeten doen. Laat eens even doen. Kom. Klap, klap. Ja. En nog een keer. Ah, ik kom je daar pakken. Nou, als het goed is, hebben jullie nu wat ideetjes gekregen van wat je eventueel thuis met je kind kan doen om wat actief te worden. Heel veel succes ermee en we zien jullie graag de volgende keer weer bij een volgende les.